loopt hier om een reden. Je doet je dingen om een reden. Ja, het is ieder jaar weer een hartverwarmende actie. De beklimming van de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Duizenden mensen gaan tijdens de Alpe d'Huez rennend, lopend of fietsend de berg op. En morgen is alweer de 17e editie. En onze verslaggever Erik van der Pol is daarbij. Ja, Erik, vandaag is de Alpe d'Huez. Dan kunnen vrijwilligers en supporters de berg beklimmen. Hoe is de sfeer daar? Het is lekker druk achter je. Ja, de sfeer is ook uitstekend. Het is een soort vierdaagse sfeer, zou je kunnen zeggen. Met veel muziek, dat kun je ook wel horen op dit moment. Maar ook juichende mensen, mensen die blij zijn. De laatste mensen zijn net over de meet verdwenen hier. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat geld ophalen. Geld voor kankeronderzoek. Maar voor heel veel andere mensen is er nog iets anders wat heel erg belangrijk is. Namelijk hun verhalen delen met andere mensen. Het is een vorm van verwerking. Het is een vorm van horen hoe anderen het allemaal beleefd hebben. Bijvoorbeeld voor Sarah van Rooyen uit Wamel. Die is hier ook vandaag om morgen de Alpe d'Huez te gaan lopen. En die was vandaag al bezig met de voorbereidingen. We moeten goed zitten, hè? Ja. Begin deze week kwamen Sarah en haar zoon Bram aan. En één ding hebben ze geleerd. Goed schoeisel is van belang. Ja, dat zeggen wij. Dat is de les van de Alpe d'Huez. Sarah verloor 1,5 jaar geleden haar man en liep meteen de Alpe d'Huez. Dit jaar gaat ze samen met haar zoon Bram. We hadden vorig jaar een mooi bedrag ingezameld. En toen kwam ik terug en toen zei Bram op een gegeven moment van nou gaat er toch niemand meer dood aan kanker? Want nou is er zoveel geld opgehaald, nou is het toch klaar? Ik zeg nou nee, helaas niet. Om dat te bereiken is er nog zoveel meer nodig. Heel veel tijd en heel veel geld. En toen was Bram heel duidelijk. Dan ga ik volgend jaar mee. Lijkt me spannend. Leuk, alles door elkaar. Naast het delen van herinneringen en verwerken van verdriet is het ook van belang geld in te zamelen voor onderzoek. Ja, het is een hele combinatie deze week. Het is, dat geld, dat bedrag moet natuurlijk zo hoog mogelijk. We willen allemaal, hebben we als hetzelfde doel, dat er een dag komt dat niemand meer zijn broertje, zijn zusje, zijn vader, zijn moeder aan kanker moet verliezen. Je loopt hier om een reden. Je doet je dingen om een reden. Ja, ja. En jij weet wat die reden is, hè? Mhm. Nou. Omdat papa er niet meer is, hè? Ja. Ja, het verhaal van Sarah en Bram uit Wamel. En het verhaal zoals zij vertelde, zo zijn er honderden verhalen te horen hier. Morgen ook, wanneer de Alpe d'Huez gelopen wordt. En allemaal willen ze één ding, veel geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Erik, heel veel succes daar en laten we hopen op een mooie opbrengst morgen.